We zijn hier op de universiteit in Tilburg op de zogenaamde Arrival Days. De Universiteit van Tilburg, wij als Universiteit van Tilburg organiseren deze Arrival Days om al onze nieuwe studenten die van over heel de wereld naar Tilburg komen om hier voor kortere of wat langere periode te studeren. Organiseren wij deze Arrival Days om hen op te vangen en direct van alle broodnodige informatie, documentatie en andere zaken te voorzien. Dit jaar weer zullen er op de universiteit studenten van meer dan 80 verschillende nationaliteiten arriveren, aan hun studie beginnen. En voor deze studenten worden deze dagen neergezet. De studenten die inderdaad een lange reis achter de rug hebben, worden op het treinstation Tilburg Universiteit door studentenorganisaties opgepikt met busjes en worden na de universiteit hier naar het academiagebouw vervoerd, alwaar zij ontvangen worden, zich kunnen registreren, een officieel welkom krijgen en hun welkomstpakket met daarin de broodnodige documentatie ontvangen. Ook kunnen zij direct naar een van de woningcorporaties waar zij hun kamer geboekt hebben om daar hun sleutel af te halen, zodat zij ook die avond alweer een dak boven hun hoofd hebben. Op deze dag worden diverse processen, is met diverse partijen samengewerkt om de nieuwe student die toch in een nieuwe cultuur komt zo goed mogelijk te voorzien van alles wat hij nodig heeft om zijn start in Tilburg en in Nederland en op de studie zo goed mogelijk te laten verlopen en dit mooie begin te ondersteunen